Fijn dat de heer Jeff Fontaine gekomen is. Welkom, dank voor de komst. Leuk dat u er bent, dat we inderdaad met elkaar vanochtend deze ochtend met elkaar kunnen doorbrengen. We hebben daar net al inderdaad een gebed voor gedaan, dus daar wou ik nu inderdaad eigenlijk een kleine inleiding geven. En die wordt wat een beetje persoonlijk, maar dat zult u wel merken als ik het doe. Op 6 juni aanstaande mogen wij gaan stemmen voor het Europese parlement. En als ik denk aan 6 juni, dan denk ik ook aan 6 juni 1944. Op 6 juni 1944 was de invasie natuurlijk in Europa door de landen als Amerika, Engeland, Frankrijk en ik zelf ook dat de Nederlanders op de stranden van Normandië geland zijn. Het duurde tot 8 mei 1945 tot er weer vrede in Europa was. En ja, je kunt zich voorstellen, Europa was een puinhoop. En daar moest wat gebeuren, daar moest weer wederopbouw komen. En dat is eigenlijk inderdaad het volgende gebeurd, dat de heer George Marshall, minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, die heeft toen inderdaad het European Recovery Program georganiseerd. En dat kwam terecht op 5 juni 1947. Waarom? Nou, dat was eigenlijk heel duidelijk. We wilden eigenlijk het debacle van de vrede van 1418 niet meer hebben. De Amerikanen vonden het wel prettig om in Europa weer geld te stoppen, zodat de Europeanen weer wat dat konden uitgeven voor de Amerikaanse producten en andere producten. En bovendien kwam er ook bij dat ze een soort buffer wilden vormen vanwege het feit dat de relatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op scherp stond. Ons gezin verhuisde eind 1948 naar Parijs. Mijn vader ging toen werken bij de OEES, Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. Dat betekende dat hij een vertegenwoordiger was bij de Nederlandse delegatie bij dus het verdelen van de Marshallhulp. En wat hield de Marshallhulp in? Dat dus de landen van Europa, behalve de Oost-Europese landen, want dat mocht niet van de Sovjet-Unie, die kregen inderdaad per hoofd van de bevolking een bepaald bedrag toegewezen, hetzij in lening, hetzij als donatie, om dus de wederopbouw te regelen. En eigenlijk ook in die sfeer ontstond een gegeven ogenblik tussen Robert Schuman, een Fransman, nou ja, niet zozeer duidelijk, want zijn vader was Duitser en zijn moeder was Luxemburgse. Maar goed, door de omstandigheden was hij Frans burger, staatsburger geworden, die samen met Konrad Adenauer wilde dat we dus een nieuw Europa zouden vormen, maar dat moest, het fundament moest zijn, een christelijke fundament hebben. Er staat community of peoples deeply rooted on Christian values. Uiteindelijk was het 23 juli 1952, kwam dat in werking. En door de jaren heen werd dus dat uiteindelijk de Europese Unie. Het waren eerst 6 landen die dus bij de kolen- en staalgemeenschap waren, maar het zijn er nu, dacht ik, 28 landen die de Europese Unie. Nu staan er dus de verkiezingen voor de deur. En we hebben natuurlijk in Europa momenteel heel wat dingen zo wat ons problemen geeft. Enfin, ik kan een hele reis opnoemen. Ik begin met maar inderdaad de oorlog in Oekraïne. Met de mogelijke dreiging van dat dus Poetin er nog meer wil. De uit de hand gelopen inderdaad migratieproblematiek. Transitie van de fossiele brandstof naar meer duurzame energie. Het waterhuizen. De relatie met Amerika als Trump herkozen wordt. De concurrentiepositie van Europa met Amerika en China. Met andere woorden, er is heel wat te doen. En wat willen we? Wat voor samenleving willen we? Nou ja, als ik inderdaad tegen u zeg van we willen een goede, vreedzame, veilige en deugdzame samenleving, dan zult u allemaal ja knikken. Maar daar moeten we wel wat voor doen.
dat komt niet zomaar. Ik bedoel, want is het wel haalbaar, kan je jezelf afvragen. Enfin, ik ben blij, Jef, dat je gekomen bent vandaag. En dat je eigenlijk inderdaad vanuit jouw achtergrond, want jij bent directeur van de Schuman Organization for European Studies, dat je vanuit jouw achtergrond inderdaad ook ons aan kan geven, hoe moeten wij ons verhouden als christenen in dit geheel gebeuren? Ons inzicht geven van wat speelt er nou allemaal? We zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Dank u wel voor de komst. Dankjewel, Diederik. En ik ben niet zeker of wij onze technische verbinding kunnen opzetten. Maar ik zal het in ieder geval gewoon mondelijk doen. Want ik ben blij om hier te zijn, ook in een baptistengemeente. Ik ben mezelf baptist van huis uit. Ik ben zendingslid van de Baptistenkerk, waar ik gedoopt was als 15-jarige, bijna 60 jaar geleden, in Nieuw-Zeeland. Maar ik kwam hier in Nederland te wonen in 1975. Ja, ik dacht voor een jaar of twee. Maar daar heb ik een Nederlandse meester ontmoet. En we waren de volgende jaar getrouwd. En zij was de stichter eigenlijk van Jeugdmisjonopdracht hier in Nederland. Ronnie de Graaf was toen bekend, Romke Fountain nu. En wij hebben net 50 jaar gevierd als Jeugdmisjonopdracht in Nederland. Op verschillende manieren. We hadden een grote feest vorig jaar op Heidebeek. Wie is bekend met Heidebeek hier? Oké, dus goed. Ja, dus mijn vrouw en ik woonden daar 43 jaar, maar 6 jaar geleden waren we onverwacht door hier geroepen naar Amsterdam te gaan. En nu wonen wij tegenover het Centraal Station, waar in de Jesus Loves You gebouw, de voormalige hoofdkwartier van de Leger des Heils. En in 1990 werd ik gevraagd de leiderschap van Jeugdmisjonopdracht in Europa over te nemen. En toen heb ik rondgekeken te zien, nou, waar zijn de moeders en de vaders met iets van Gods hart voor Europa, van wie ik kan leren. En ik maakte twee ontdekkingen. In de eerste plaats, ik vond het heel moeilijk te vinden christelijke leiders, evangelische leiders, die over Europa dachten. Ze waren niet geïnteresseerd in Europa. Ze waren geïnteresseerd in hun plaatselijke gemeente. Maar het was moeilijk om mensen te vinden die over Europa gedachten. En dachten, nou ja, wat voor Europa wil God? En wat moeten wij doen voor Europa? Dat was de eerste ontdekking. Dat wij als evangelische niet Europa deden. De tweede was, de mensen die wel een Bijbelse visie daarvoor hadden, kwamen uit een stroming die ik had altijd gedacht, ja, nou, daar gaan we niet naartoe. Dat waren de katholieken. En ik begon heel veel eigenlijk Bijbels gefundeerde leer te vinden uit katholieke kringen. Dat had ik helemaal niet verwacht. De zogenoemde katholieke sociale leer. En en toen ontdekte ik dat het verhaal van de Europese gemeenschap, zoals het nu toen was, was geen verhaal van een complot en ja, het beest van Openbaring enzovoort. Dat soort verhaal had ik gehoord in mijn eigen gemeente in Nieuw-Zeeland. En je had al die populaire boeken over de late great planet Earth, Hal Lindsey. Wat was de titel daarvan in het Nederlands? Ik weet het niet meer. Of de soort left behind boeken vanuit Amerika. Waar ja, je kan niet verwachten dat iets goeds kan vanuit Europa komen.
Maar ja, in 1991, dat was zelfs voor Maastricht en de Europese Unie en de euro en dat soort ontwikkeling, heb ik mijn leidersteam genomen naar Brussel om met iemand daar te spreken. Nou, hoe moeten we denken over de Europese project? En tot mijn verrassing kwam er een hele nieuwe verhaal die helemaal anders was dan het soort complot-idee dat Europa was bestemd in Gods plan om slechter en slechter te worden. Nou, ik wil jullie iets vragen. 9 mei. Wat voor dag is 9 mei? Is Hemelvaart. Dit jaar is het wel Hemelvaart. Was het niet zo vorig jaar, maar dit jaar is het Hemelvaart. En hoe anders is 9 mei bekend? Te doen met Europa? Iets te doen met Europa? Nou ja, wij hebben Bevrijdingsdag hier 5 mei. In Rusland is het 9 mei. Maar dat is ook Europadag. Nou, kan iemand mij vertellen wat Europadag is? Wat is dat? De EEG ontstaan toen? Niet de EEG, maar ja, het was eigenlijk. Je begon het verhaal te vertellen over Robert Schuman. En over die Europese kool- en staalgemeenschap. Maar ik zie 9 mei 1950 als het belangrijkste keerpunt, belangrijkste datum na de Tweede Wereldoorlog. Maar wij in Nederland, wij horen niks daarover. Maar in Frankrijk, iedereen weet daarvan. In Oekraïne zelfs weet iedereen daarvan. Ongeveer 20 jaar geleden, 18 jaar geleden, mijn zonen hadden een rockband. Ze hadden net de grote prijs van Nederland gewonnen in de Paradijs, of de Melkweg in Amsterdam. En ze waren uitgenodigd door de Nederlandse ambassade in Kiev te komen spelen op hun Europadag vieringen. Ze kwamen daar in Kiev, in Maidan, dat is de grote plein in het centrum daar waar alle revoluties de laatste jaren hebben plaatsgenomen. En daar speelden ze voor 50.000 Oekraïners die allemaal wisten wat Europadag was. Want Europadag voor hun verbeelde de toekomst van hun dromen en toekomst van vrijheid, toekomst van vrede, toekomst van gelijkheid enzovoort. En zij weten allemaal daarover. Maar hier in Nederland, de onderwijs is zo slecht op dit gebied en het is ook een soort een overheidskeuze. Er is zoveel onwetendheid en onverschilligheid over Europa. En als we bij de verkiezingen komen, mensen denken, ja, dat is veel te ver van mijn bed. Maar heb je je bed gekocht bij IKEA? Want dat is een zeer pan-Europese iets. En het bestaat omdat Europa heeft geen grenzen nu. Nou, en we denken, dit is gewoon een economisch project. Dat horen we, dat denkt de media. Maar zo was het niet. Nou, Henry Bontenbal, de nieuwe leden van de CDA, heeft net vorige maand een toespraak gegeven op de CDA-congres. Ik ben geen CDA-lid, maar ik was zeer blij om van hem te horen. Hij ging terug naar de wortels van de christendemocratie. En het is het verhaal waar Diederik het net over had. Verhaal van wat gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. Het is een geestelijke verhaal. Het is ons verhaal.
En wij moeten beseffen dat het evangelie heeft heel veel te doen met het ontstaan van wat wij nu hebben als de Europese Unie. Want heel veel christenen denken, oh ja, dat is heel negatief. En wij willen niks daarvan hebben, te ver. En in onze media kregen we, ja, de EU is eigenlijk de zondebok voor alles dat verkeerd gaat. En we zien het in onze politici. Rutte gaat naar Brussel en zegt, ja, ik heb 3 agendapunten voor de bijeenkomst in Brussel. Dat is Nederland, Nederland, Nederland. Nou, natuurlijk zegt hij dat. Hij wil de PVV'ers terugwinnen. Maar als hij in Brussel komt, ja, dan is hij meester Europa en binnenkort meester NAVO. Dat is typisch voor heel veel politici in Europa vandaag. Ze spreken heel nationalistisch in hun eigen land, maar ze gaan naar Brussel en daar spreken ze Europees. Maar het verhaal dat ik ontdekte in 1991, toen ik mijn eigen leiderschapsteam had genomen naar Brussel, was een verhaal van christelijke vergeving en verzoening die het startpunt was. En het was het startpunt van herstel van een Europa die door een echt traumatische ervaring van post-trauma stress disorder had. En wij denken soms, ja, nou ja, iedereen weet wie de oorlog heeft gewonnen, maar wie heeft eigenlijk de vrede gewonnen? Want Europa was een heel enge plek na de Tweede Wereldoorlog, voor de eerste 5 jaar tenminste. Er was brokenheid. Er was steden waren zo gebombardeerd en gezinnen waren kapot geschuurd. Het was een plek met diepe psychische en geestelijke noden. En hoe kan je de heling daarin brengen? Het heeft veel meer nodig dan alleen economisch herstel. Een volgende oorlog dreigde vanuit het oosten. En je had de Berlijn Airlift vanuit Frankfurt in die tijd. Het waren jaren van onvrede. En het keerpunt kwam op 9 mei 1950, toen Robert Schuman zelfs zonder de bewustheid van zijn premier had een plan aan de tafel gelegd. Het was een plan dat zou de kool- en staalindustrieën van Duitsland, Frankrijk en andere landen die wilden meedoen, verenigen onder een supranationale gezag. Dat betekent, elk land moet een beetje soevereiniteit inleveren en erkennen een soort interdependency, een afhankelijkheid van elkaar. Nooit in de geschiedenis is de verslaande partij van een oorlog als een gelijk behandeld na de oorlog. Dit was de allereerste keer en de basis daarvoor was christelijke vergeving. Nou, de naam Robert Schuman, als je iemand in de straat hier zou vragen wie is Robert Schuman, misschien zullen ze zeggen, oh, hij was een Duitse componist. En ja, dat is erg leuk. Maar die Schuman is met 2 N's. Maar als je vraagt, nou ja, wie was die Robert Schuman met 1 N? De Frans minister van Buitenlandse Zaken, ja, ze hebben nooit gehoord. Want mijn jongens hebben nooit dit verhaal gehoord in hun opleiding hier in Nederland. En toch kunnen we niet eigenlijk begrijpen wat nu is aan de gang in Europa zonder dit verhaal. En het is onze verhaal. Nou, die
Robert Schuman was een katholiek en een diep gelovige katholiek, een man van gebed. En hij had ook katholieke sociale leer bestudeerd. En dat is gebaseerd op de mens geschapen in de beeld van God. Imago Dei. En daarom, dat was de basis voor de menswaardigheid van elk individu. En dat was de basis dus voor een soort solidariteit. Voor niet alleen je eigen soort, je eigen stam, je eigen tribe, je eigen volk, maar van de hele mensdom. En daarom moesten we kiezen voor het algemene beste voor iedereen. En dit waren de basispunten van katholieke sociale leer. Dus solidariteit was een hele belangrijke element daarin. En het is niet toevallig dat die vakbond in Polen, onder de leiderschap van Lech Wałęsa, is met die naam solidariteit. Want hij was een diepgelovige katholiek. Nou, deze basis, deze principes en waardes die vanuit de Bijbel kwamen, die waren de basis van de christelijke democratiebeweging. En het was niet alleen katholiek. Ze zeiden, nou, dit moet de Lutherse, dit moet alle christenen zijn daarbij betrokken. Het is niet exclusief. Nou, Robert Schuman had later contact. Nou, ik moet dit vertellen. Hij is eigenlijk opgegroeid in meer soort Duitse wereld, opgeleid in Duitse universiteiten. In de Eerste Wereldoorlog, hij was opgeroepen in de Duitse leger, maar zijn gezondheid was niet goed, dus hij is nooit soldaat geweest. Maar na de Eerste Wereldoorlog had hij gekozen om een Fransman te zijn, net zoals zijn vader. En hij was opgeleid als advocaat. En hij was de taak gegeven om de wetten van Alsace-Lorraine, Lotharingen, te harmoniseren met de wetten van Frankrijk. En dat had hij wel gedaan, maar toch had hij een geloofsbasis kunnen houden. Het is heel anders dan de rest van Frankrijk met laïcité. Dus je hebt ziekenhuizen en scholen enzovoort in dat gedeelte, de westen gedeelte van Frankrijk, die wel een geloofsbasis hebben. Dat is heel ongewoon voor een seculare Frankrijk. En tot vandaag is dat Lex Schuman genoemd. Maar toen de Duitsers Frankrijk aanvielen, dan was hij de eerste lid van het parlement die in de gevangenis gegooid werd. Want ze wisten dat hij was een integer mens en hij zou nooit meewerken met hun. Hij was zeven maanden in isolatie geplaatst. En ik heb gesproken met een journalist die werkte met Schuman. En hij zei, ik heb de briefjes gelezen wat Schuman had gesmokkeld naar de Franse ondergrond. En hij zei, nou, wij Fransen moeten leren om de Duitsers lief te hebben en te vergeven om Europa te bouwen na de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog. Nou, dat was heel radicaal te zeggen. Denk nu over Oekraïne. Dat is moeilijk om te zeggen tegen de Oekraïne. Dit moet gebeuren. Maar uiteindelijk, in de lange termijn, er moet vergeving en verzoening komen. Dus vanaf het begin had Schuman dit houding. En na de oorlog. Tijdens zijn. Hij is wel ontsnapt van de gevangenis daar. En hij ging naar het zuiden, naar de vrije gedeelte van Frankrijk. En daar begon hij te denken: hoe kunnen we Europa herbouwen na de oorlog? Na de oorlog
werd hij weer gekozen in het parlement te komen en vrij snel werd hij een kabinetlid met verschillende functies. En een van de functies, hij was 7 maanden lang premier van Frankrijk in 1948. En toen had hij iemand ontmoet die was net teruggekomen uit een conferentie in Zwitserland. In een plek boven Montreux. Montreux is de oosten eind van Le Mans of Geneve. Geneve de ene eind en Montreux de andere. En daar boven in de bergen is een kleine dorpje met de naam van Caux. C-A-U-X, Caux. En daar was een groot, mooi hotel gebouwd, 100 jaar verleden. En een beweging... christelijke beweging had dat gekocht als een centrum voor de verzoening van de natie te maken. Deze beweging, en sommigen van jullie kennen die naam misschien, de morele herbewapening. Onder leiding van een Lutherse evangelist, Frank Buchman. En Schumann heeft deze Frank Buchman ontmoet. En Frank Buchman had een grote indruk op hem, want... hij had ook de visie voor de verzoening van de naties. En hij zei, een veranderd wereld begint met je veranderd zelf. En, maar Schumann zei, ja, ik weet niet wie ik kan vertrouwen in de nieuwe Duitsland. En Buchman zei, nou, wij hebben echt fijne mensen vanuit Duitsland bij ons. Nou, Duitsland, ja, dat was de pariah land. Niemand wilde met de Duitsers praten. Maar deze mensen zeiden, ja, jullie moeten komen naar de conferenties om de Britse en de Nederlanders en veel anderen te ontmoeten. En leren vergeving en verzoening. Een van die, onder de prominente daar was Fred Phillips. Vanuit Eindhoven. En de hele Phillips, familie Phillips waren zeer betrokken bij morele herbewapening daar. En iemand anders die daar kwam was Konrad Adenauer. Hij was vroeger de burgemeester in Cologne. En de nazi's wilden hem doden, want hij gaf geen toestemming voor hun om de swastikas aan de bruggen over de Rijn in bij Cologne te hangen. En daarom moest hij naar een klooster gaan en van de Gestapo verborgen te blijven. Maar na de oorlog werd hij een van de mensen die naar voren kwamen om een nieuwe Duitsland te bouwen, West-Duitsland. Hij ook was katholiek. Hij kende ook de katholieke sociale leer. En dus Buchman zei nou tot Schumann, ja... ik wil je voorstellen aan Konrad Adenauer. En dat was het begin van een hele belangrijke relatie. Die hadden dezelfde soort achtergrond en ze konden elkaar vertrouwen. Maar zelfs was er spanning tussen die twee over allerlei problemen tussen Frankrijk en Duitsland na de oorlog. Maar dat was de basis waarop Schumann en Adenauer en ook Alcide de Gasperi, hij was de premier van Italië, ook katholiek, ook met een sociale leer achtergrond. En die drie mannen hadden dezelfde waarden en dezelfde idee over hoe Europa opnieuw kan gebouwd worden op christelijke fundament. En wat Diederik heeft geciteerd hier was het visie wat Schumann had voor een nieuwe Europa als gemeenschap van volkeren, diep geworteld in christelijke waarden. En dat was het startpunt van het hele Europese project. En Schumann zei vanaf het begin, dit moet niet alleen een economisch en technologisch project zijn. Het heeft een ziel nodig. Nou, Jacques Delors, hij is net een paar maanden geleden overleden. Hij is de president van de Europese Commissie geweest die de meeste nieuwe impuls heeft gegeven voor het Europese project. Hij had dezelfde soort geest als Robert Schumann. En hij zei hetzelfde. En hij had leiders van verschillende godsdienstelijke groepen samengebracht. En hij zei, nou, als wij geen ziel hebben gevonden voor Europa binnen de volgende 10 jaar... dan is dat het einde van het project. Then the game is over, zei hij. Hij zei dat in 1992. Dus we zijn ver,
verder dan zijn use-by date. En hij zei, door een ziel, ik bedoel spiritualiteit en betekenis. Hij ook was een diepgelovig katholiek, hij was socialist. Er waren heel veel tegenstellingen in zijn eigen karakter, maar daarom kon hij vaak bruggen bouwen over grote kloofden. En dus wij moeten leren te zien dat er een andere kant is van dit verhaal. Ik zeg vaak, nou ja, stel je voor dat je naar een bioscoop gaat, een 3D bioscoop. En je wacht daar voor de movie te beginnen. En de manager komt binnen en hij zegt, nou, dames en heren, welkom. We hopen dat jullie zullen de film genieten. Maar jammer genoeg heeft iemand al die bril gestolen. Maar geniet van de film in ieder geval. Nou, in een zekere zin, zo is onze politiek vandaag. Zo is onze media vandaag. Zo is onze onderwijs vandaag. Wij kijken naar alles zonder de bril. Wij zien niet de derde dimensie. En in onze seculariseerde maatschappij, wij kunnen de transcendentie niet zien. De geestelijke kant niet zien. Of we willen niet daarover praten. Dus wij horen nooit over de geestelijke kant van dit hele project. Nou, is het redelijk om politici te vragen een ziel van Europa te vinden? Is dat hun competentie? Meestal niet. Wie kan dat geven? Het is eigenlijk de geloofsgemeenschappen. Maar te vaak denken wij, oh ja, dat is niet, wij willen niet in het hele politiek gebied komen. Nou, geloven wij in de heerschappij van Jezus over alles? Wij zijn heel snel te zeggen, ja, Jezus is hier. Is Jezus hier van de politiek? Ik sprak in Helsinki bij een gebedsontbeet met politici van mensen uit de politieke wereld van de Baltische en de Noordische landen en hun thema was samen bouwen. Ik zei, nou ja, u heeft mij gevraagd om samen te bouwen te spreken, maar wat zijn we aan het bouwen? Als u allemaal kerkleden waren, is de antwoord zou meteen zijn, kerk zijn. Ja, oké, we zijn een kerk aan het bouwen. Maar u bent geen kerkleden, u zit in de politiek. Dus waar zijn we bezig om wat te bouwen? En het is eigenlijk Gods koninkrijk. Nou, ik woon in Amsterdam nu in dezelfde straat, Prins Hendrikade, waar 100 jaar geleden, meer dan 100 jaar geleden, het was een van de meest invloedrijke Nederlandse staatsman had gewoond. Hij woonde op 173, ik woon op 50, Prins Hendrikade 50. Zijn naam was Abraham Kuyper. En 500 meter van waar ik woon is de Nieuwe Kerk. En daar in 1880... had Abraham Kuyper de volgende woorden gezegd. Er is geen vierkante centimeter van menselijke leven waar Christus, die is soeverein over alles, niet zegt, mene. Hij was iemand die geloofde in de heerschappij van Jezus over elke deel van zijn leven, of onze leven. En daarom was hij niet alleen een kerkmens, kerkleden, dominee, onderwezen, journalist, politicus. En hij was een leider in elke van deze gebieden. Een vriend van mij heeft een boek, zijn promotie voor een doctoraat gedaan over de journalisme van Kuyper. Hij was hoofd en schouders boven alle andere journalisten van zijn tijd. En dat horen we niet zoveel. Maar waar kwam dat vandaan? Ik kwam van zijn begrip dat Jezus is hier van alles. En heel vaak in het lichaam van Christus hebben we een evangelie die veel
veel te klein is. We denken alleen over kerk en geestelijke leven, maar we kunnen niet zien hoe dat werkt in de samenleving. En daarom kijken we naar geschiedenis en onze blik is veel te klein. Maar wat gebeurde op 9 mei 1950? Was dat Robert Schuman had zijn plan aan de tafel gelegd. Het heeft iedereen verrast. De kranten had gesproken over de Schuman-bom. Het was een totaal verrassing dat de Duitsers zouden geaccepteerd worden als geleken. Maar dat was de basis, dat vanaf die dag was er een plan aan de tafel voor samenwerking, voor Europese integratie. Ik heb eigenlijk een onderzoek gedaan over evangelische houding tegenover Europese integratie. En de twee voornaamste houdingen die ik kreeg van de evangelische leiders die ik heb geïnterviewd over al Europa, was onverschilligheid en onwetendheid. En dat heeft te doen met onze houding tegenover, oké, de verkiezingen komen, ja, zijn niet zo belangrijk. Ze zijn ontzettend belangrijk en wij moeten beseffen dat overheid is iets dat van God komt. Dat is, het hoort bij zijn plan voor menselijke leven. Het is niet alleen om zonde te beperken, dat is een hele belangrijke plek, maar zelfs, stel je voor dat er is nooit een zondeval geweest. Wie beslist op welke kant van de weg we gaan rijden? Heeft niks te doen met zonde, heeft te doen met het feit dat we wonen in een lichamelijke wereld en iemand moet wat regelen. Dus dit is iets die God heeft bestemd, is overheid. En overheid op het plaatselijke niveau, in Hattem, in het provincieniveau, landelijk niveau, Europees niveau. Want er zijn zoveel dingen die geregeld moeten worden op verschillende niveaus. En de taak van de overheid is rechtvaardigheid te brengen voor iedereen. Een level playing field. En daarom is het belangrijk dat wij als christenen zullen zien dat mensen met krachten, met die integer zijn gestemd in deze rol. En veel te veel in het verleden, voor historische redenen of theologische redenen, hebben christenen aan de zijkant gestaan. En dachten, ja, dat is te vies voor ons. We hebben onze verantwoordelijkheid niet geaccepteerd. En daarom laten we mensen met verkeerde motivaties beslissingen maken die onze dagelijkse leven beïnvloeden. Nou, ik was gisteren in Ede bij de CHE, er was een symposium voor een boek van een vriend van mij over Europa en de weg. Dat is een Henry van Manen. En een van de sprekers in deze symposium was Evert Jan Ouweneel, misschien een bekende naam voor sommigen van jullie. Ik wilde iets laten zien van een hele interessante diagram. Ik zal het proberen nu uit te leggen. Hij zei, hij had het niet specifiek over de verkiezingen, maar ik dacht, nou, dit is zo relevant voor de aankomende verkiezingen. Hij zei, wat zijn die verhalen die ons verenigen? Je hebt twee soorten verhalen. Je hebt negatieve verhalen, je hebt positieve verhalen. Je hebt negatieve verhalen, dat is, het verenigt mensen tegen een gezamenlijke vijand. Bijvoorbeeld op globaal gebied. Tegen de opwarmers. Tegen de vervuilers, tegen de agressors, tegen de complotters. Dat is, al die elite die zijn betrokken met een complot. Niet de mensen met de complottheorie, maar complotdenkers, maar de complotters zelf. Dat zijn, wij moeten tegen hun. Dus je hebt politici die roepen ons om te stemmen tegen deze. Of tribaal, dat is tegen islam, of tegen migranten, tegen witte, de elite enzovoort.
En ik heb het gezien voor onze gebouw, al die gele paraplu's die langskwamen, duizenden mensen. Je had tegen vaccinaties, je had tegen alles. En dan tussenin had je mensen, Jesus loves you of zoiets. En ja, alles die, het was een vermenging van allerlei soorten protesten. En dan heb je ook mensen die een negatief verhaal hebben over lokale dingen, tegen waanbeleid of het asielcentrum als het komt in onze achtertuin. Verloedering, achterstelling enzovoort. Nou, wat houdt deze mensen samen? Het is een gezamenlijke vijand. Nou, aan de andere kant heb je mensen met een boodschap die positief is. Mensen die een gezamenlijke droom kunnen aanbieden. Nou, misschien is de droom voor je eigen groep, of voor je eigen ziel, voor je eigen soort, of het is voor alle mensen, voor de hele samenleving, voor de hele schepping. En dat eigenlijk is het christelijk verhaal. Het is een verhaal voor alle mensen. Het is een verhaal voor de hele samenleving. En verhaal voor de hele schepping. En Henry Bontenbaum had net vorige maand, als ik zei, hij begon hier daarover te spreken, over de wortels van de christendemocratie. Ik wilde een paar citaten van hem laten zien hier. Hij zei, nou, sommige politieke partijen denken dat de EU louter is een economisch project. Ze praten over vrijheid, of noemen zich de Partij voor de Vrijheid, maar zijn niet bereid om maar iets te doen of te laten voor het beschermen van onze vrijheid. Hij had het over de oorlog in Oekraïne. Hij zei dat gaat uiteindelijk over de vraag wie wij als Europa willen zijn. En vrijheid, hij zei, is bij hun niet in goede handen. Vrijheid is bij hen een leeg begrip. Betekent dat bij hen niets meer dan vrijblijvendheid en onverschillendheid. Het is een houding van gemakzucht en gebrek aan historisch besef. Hoe anders was de vrijheidsbegrip van de christendemocraten die aan de basis stonden van de Europese gemeenschap. En hij begon daarover te praten, over Robert Schuman te praten. En de vraag naar voren te brengen, wat is de ziel van Europa? En hij zei, de ziel van Europa bestaat, denk ik, uit de volgende uitgangspunten. De waardigheid en de gelijkwaardigheid van ieder mens. Onze soort, maar andere mensen met andere achtergronden ook. De vrijheid om zelf vorm te geven aan de roeping in je leven. De verantwoordelijkheid voor een ander, de wereld en onze aarde. De solidariteit tussen en de broederschap met andere mensen en volken. De democratie waarin ieders stem gehoord wordt en ieders belang meetelt. Dat is de common good, de visie voor de algemene beste voor iedereen. En de sociale rechtsstaat die de grondrechten van iedere burger beschermt. Dus als wij de verkiezingen benaderen, dan moeten wij denken, nou ja, voor wie ga ik stemmen? Ik kan niet zeggen voor deze partij of voor een andere partij niet. Maar het gaat om de waarden. Wie zijn die, wat is de karakter van de mensen voor wie ik stem? Wat is hun droom? Zijn zij mensen die tegen iets zijn of zijn zij mensen die voor iets zijn? Nou, veel te veel zijn christen bekend als mensen die tegen dit en tegen dat zijn. Maar waar staan we voor? En wij hebben soms een slechte publiek imago. Maar wij moeten zeggen, ja, wij staan voor deze waardigheid. Wij staan voor alle mensen. Wij staan voor de hele samenleving. Wij staan voor de hele schepping. En dat wij zulke mensen, voor zulke mensen stemmen in de komende verkiezingen. Want wat gebeurt in Brussel is heel belangrijk voor het geheel van Europa. En wij moeten leren te zien, wij moeten boven onze nationalisme komen en zien, nou, het is niet alleen wat is het best voor Europa. Zelfs, en ik heb dat niet gezegd, deze toespraak van Schuman op 9 mei 1950 was maar
3 minuten lang. Kunnen wij een ei koken in 3 minuten? Kunnen wij een kopje koffie maken in 3 minuten? Maar in deze 3 minuten had Robert Schuman de fundament gelegd voor het Europese huis. De principes waren daar allemaal. En in die 3 minuten toespraak zei hij: als wij Europeanen leren samen te werken, en dan kunnen we een maatschappij zien die groeit in welvaart en prosperiteit. Dan kunnen wij onze verantwoordelijkheid naar de wereld ontmoeten. Vooral Afrika, zei hij. Hij was de Franse minister van Buitenlandse Zaken. En natuurlijk is Frankrijk zeer betrokken in Afrika. Maar hij zei, dan kunnen wij anderen zegenen. En dit is eigenlijk de roeping van Europa om het door te kunnen geven. Ik vind het wonderlijk dat hij in 3 minuten dit bom kan laten vallen. Dat heeft zoveel consequenties. Nou, misschien kennen sommigen van jullie de naam van Evert van der Pol, professor Evert van der Pol. Ik werk met hem de laatste 10 jaar. We hebben zomercursussen tezamen. Ik heb net de les gegeven in zijn cursus in Heverlee deze week. Hij praat over een moment van genade. Dat dit een moment van genade was. Ik kan een hele brede verhaal vertellen over de VN en die Universal Declaration, verklaring van mensenrechten. De Europese Conventie van Mensenrechten. En soms denken wij, oh, mensenrechten, dat is helemaal niet christen. Even, de hele basis van mensenrechten is het feit dat wij in de imago Dei geschapen zijn. En het is een bijbelse concept. Maar omdat wij te veel de humanisten, seculare mensen hebben de plaats genomen, hebben wij heel veel bijbelse vreemde ideeën laten naar voren komen over het concept van mensenrechten. Maar dat komt door het feit dat christenen hebben aan de zijkant gestaan. Dus er was een wonderlijke moment van genade die de 70 jaar van vrijheid die we hebben van genoten mogelijk gemaakt. 30 jaar geleden had je de instorting van het communisme. Wat lag daarachter? We horen op school over de politiek en de economische kant en de militaire kant, maar er was een sterke geestelijke kant. En ik kan verhaal na verhaal hier daarover vertellen. We hebben geen tijd om dat te zeggen. Maar hier was ook een moment van genade. En het beginpunt was wat gebeurde met Robert Schuman in 1950. Als dat is niet gebeurd en de verandering is gebeurd in West-Europa, heb je nooit het verhaal van de instorting van communisme zoals het gebeurde. Nou, je gaat nu Oekraïne. Wat inspireert Oekraïne? Het is wat is gebeurd in Europa. De vrijheid die begon. 9 mei 1950. Dus wij zagen in het begin 2 jaar geleden de inval van de Russen. Het is niet gegaan zoals Poetin en de wereld had verwacht. Dat was ook een moment van genade. Dat iemand zoals een Zelensky naar voren zou komen. Totaal onverwacht, een comedian vanuit de televisie. Toen ik hoorde dat hij een nieuwe president was, was ik teleurgesteld. Ik dacht, oh nou, wat zal nu gebeuren? Maar we hebben allemaal gezien, hij was Gods man. En ik heb een paar weken geleden, schreef een wekelijkse blog, ik heb zijn gebed, wat hij had gegeven, opgenomen in een video in de kathedraal in Kiev voor zijn hele volk. Zo moeten we bidden voor onze mensen. Een geweldige lijst van gebedspunten. En ja, momenteel het ziet er heel donker uit. Wegens de onverschilligheid van de westerse landen. Momenteel in de Oekraïne. Maar het verhaal is nog niet over. Maar wij moeten leren, hoe kunnen we Gods fingerprints in de geschiedenis zien?
Ja, er zijn heel veel slechte dingen aan de gang in onze wereld. Maar Jezus had het verhaal over niet alleen de teren, de onkruid, maar ook het koren die opgroeide. En wij moeten leren koren. God is aan het werk nog steeds in Europa en zeker in onze wereld. Dus wij kunnen kijken naar de toekomst met hoop. Maar wij moeten onze verantwoordelijkheid ook nemen. En het is onze verantwoordelijkheid te stemmen voor de mensen die gaan voor Gods visie voor de toekomst. Gods visie voor Europa. Gods visie voor de samenleving. En dus we hebben een beetje huiswerk te doen. Wie zijn die mensen die het beste Gods hart zelf vertegenwoordigen in de toekomst? Dank je wel.